Vandaag hebben we een wat anders dan andere payload voor de Matrice 300. Wij kennen natuurlijk de wat meer cameragerichte payloads, zoals de zoomcamera's, thermische camera's of de LiDAR sensor. Maar vandaag hebben we een totaal ander iets, namelijk deze drone delivery box. Ja, dit is wel een beetje een bijzondere payload voor de Matrice 300, want het is geen sensor, het is geen dataverzamelapparaat. Het is echt een fysiek stukje hardware om dingen te kunnen vervoeren met de Matrice 300. Het platform heeft natuurlijk een payload van in totaal ongeveer 2,7 kilo. En in combinatie met deze box betekent dat je ongeveer effectief een kleine 2 kilo aan laadvermogen overhoudt wat je kunt transporteren met deze transportbox. We gaan eens even kijken hoe die eruit ziet en wat die box zo bijzonder maakt. Nou, de box wordt gemaakt en geleverd in deze doos. Hij komt eigenlijk helemaal kant en klaar. Op natuurlijk de uitzondering na dat je hem onder je toestel moet gaan hangen. Er zit een speciale mount bij. En daarmee vervang je eigenlijk de camera mount die er standaard onder zit. Even alle tape los daar natuurlijk. En daarmee kun je dan de drone delivery box onder je drone hangen. Zo. Deze nog even open. En dan vouwt de doos zo helemaal open. En dan zit hier de drone delivery box in. Zoals je kunt zien is het een eigenlijk gegoten mal die helemaal uit plastic bestaat. Helemaal rondgemaakt is. Met aan de achterkant een opening waar je de lading door naar binnen kunt doen. Dat is een plastic dop die je opendraait. Die vastklikt. Die kun je overigens ook met het lipje hier aan de bovenkant voorzien van een seal als dat nodig is. En in de drone delivery box vind je een zakje. Die zit met klittenband vast zoals je kunt horen. En in dat zakje kun je vervolgens je lading vastzetten. Dus deze zak heeft allemaal verschillende touwtjes die je strak kan trekken. Om te zorgen dat hetgeen je hierin doet goed vast zit en dicht zit. En dan zie je aan de onderkant deze klittenbandstrip zitten. Zodat je hem vast kunt zetten aan de binnenkant van de box. Om ervoor te zorgen dat dat niet gaat schuiven tijdens transport. In het zakje vinden we daarnaast de handleiding over hoe je het ding onder je drone moet monteren. Dat is vrij eenvoudig. En we vinden de bevestigingsmount met de schroefjes die daarbij horen. Deze mount, dat is hetgene wat je onder de M300 gaat monteren. Deze gaten hier en deze twee schroefgaten hier, die komen overeen met, als we naar de M300 kijken, de twee schroefgaten die hier zitten en de twee schroefgaten die hier aan de onderkant zitten. Nou, die vier schroefjes haal je eruit, deze standaard gimbal mount haal je er onderuit en dan kun je vervolgens deze beugel hier aan de voorkant onder de M300 zetten, net als dat je met die gimbal mount doet. Vervolgens zit hier het stuk waar de box aan vasthangt en hier zit de quick release om de box los en vast te zetten. Dus wat je krijgt is dat de box, dit zit op het toestel, deze schuif je eroverheen, klikt het knopje in en dan klikt het geheel vast. Daardoor zit enerzijds hier het systeem gelokt, die pin zit erin, dit schuift niet meer los. En daarnaast wordt ook voor het contragewicht de box hier ondersteund. Dus als je vanaf de zijkant kijkt, dan zie je dat die hele bolling in die beugel valt. Hier zo. En dat dus ook het gewicht ondersteund wordt hier onder het toestel. Daardoor hangt die box ook heel stevig onder de drone. En gaat dit dus niet staan wapperen of flexibel zijn. Aan de andere kant zorgt dit ervoor dat je hem heel makkelijk erop en eraf kan halen. Want als dit vast zit aan de drone, kun je met één beweging knopje indrukken, de box eruit trekken. En deze geldt dan gelijk ook als een handvat. Waardoor je deze box eenvoudig kunt tillen, meenemen en je lading kunt vervoeren. Stel dat je bijvoorbeeld van een locatie van A naar B wat vervoert voor een project. Dan kun je dus zo eraf klikken, naar binnen lopen, daar rustig de inhoud eruit halen of weer terug erin stoppen. En vervolgens weer naar buiten naar de drone lopen, naar de drone toe gaan, hier overheen schuiven, vastklikken en dan zit het geheel vast. Nou, op het moment dat het onder de drone zit, dan komt dat er dus ongeveer zo naar voren uit te zien. Dus hij steekt iets naar voren uit. Maar dat maakt voor het balanspunt gaat dat helemaal goed, omdat het toestel ook gemaakt is om die camera's aan de voorkant te hebben. En daarmee dus ook het gewicht van die box volledig kan compenseren. Je hebt dus, zoals ik zei, de box zelf weegt ongeveer een 600-700 gram. En dat betekent dat je dus ongeveer nog een kleine 2 kilo overhoudt
aan laadvermogen wat je in deze box kunt doen. En aan de onderkant van de box zitten ook nog deze beschermvoetjes, zodat je, als je hem netjes neerzet, de box goed blijft staan en verder niet omvalt of rolt, omdat hij natuurlijk wel een bolling aan de onderkant heeft. Een heel bijzonder product en wat anders dan anders product. En we gaan jullie binnenkort ook laten zien hoe dat er tijdens het vliegen uitziet. Mocht je nou een project hebben waar dit handig voor is of waar je dit voor zou kunnen gebruiken, dan helpen we je uiteraard graag met kijken naar de mogelijkheden ervan. En wil je nou meer van dit soort video's zien, vergeet dan niet te abonneren op ons YouTube kanaal.